Dus het eerste half jaar dat we voor de klas staan, hebben we eigenlijk geen flauw idee wat we doen. Nee. Ik was weer op zoek naar mijn werkgeluk. Kan het in eigen tijd doen? Ja, dan kan je wat sneller aan de slag in het basisonderwijs. Nu ben ik er echt bewust mee bezig en dan kan ik echt ook reflecteren op mezelf. Je echt je kwaliteiten leren kennen. Ik sta nog meer zelfverzekerder voor de klas. En daar leer je heel veel van. Het is ook wel een mooie start, omdat je best wel veel opdrachten moet doen, waarbij je ook bij lessen meekijkt en het zo gaat verwerken. Dus voor je oriëntatie is het eigenlijk wel fijn om dat nu al te doen. We beginnen natuurlijk in februari met de zijinstroom. Dus het eerste half jaar dat we voor de klas staan, hebben we eigenlijk geen flauw idee wat we doen. Nee. Dus die level-up zorgt er ook voor dat we niet pas in februari eerst een handvatten gaan krijgen, maar dat we nu alvast wel een beetje een basis krijgen. En je ziet ook eigenlijk met de level-up bijeenkomsten wel altijd gelijk weer dingen terug die je ook in de klas ziet. Wat ik heel praktisch en heel prettig vind, is dat je ook een beetje wordt gedwongen om anderen te bekijken. Dus te observeren in andermans lessen. En daar leer je heel veel van, zeker in het begin. Ja, en daarnaast krijg je gewoon een goede theoretische basis toegediend. Hallo, mijn naam is Karim. Ik ben zelf nu 32 jaar. 10 jaar geleden mijn studie afgerond. Gewerkt in het buitenland, gewerkt bij de gemeente. En ik miste eigenlijk de energie om mij heen op de werkvloer. Dus ik was weer op zoek naar mijn werkgeluk. Naast mijn voormalige werk bij de gemeente heb ik dus 2 avonden in de week studie kunnen volgen. En omdat ik deze in de avond kon volgen en dus nu ook heb kunnen meenemen, zit ik nu op de deeltijd. Ben ik 21 jaar werkzaam geweest als agent. In mijn laatste jaren, 5-6 jaar, was ik praktijkbegeleider, dus begeleidde ik de studenten. Een oud teamgenoot van mij in contact gekomen die al werkzaam is in het basisonderwijs. Die zei van, joh Leon, doe niet zo gek, ga met mij mee een dag. Via de RVKO is er een toptraject. Hij zegt, als je daarop solliciteert, ja, dan kan je wat sneller aan de slag in het basisonderwijs. Daarnaast vond ik het heel prettig dat de studie laagdrempelige instap was. Zo werd je echt meegenomen met de vakken. Zo gingen we ook veel oefenen met het ervaren in de praktijk. Dat was fijn voor de mensen die al in het onderwijs zaten, maar ook voor mij dat het onderwijs helemaal nieuw was. Hi, ik ben Stephanie, 38 jaar, moeder van 2 kinderen. Ik ben begonnen als onderwijsassistent. Toen ben ik begonnen met Level Up. Pedagogiek ben ik eerst gaan doen, omdat ik wilde kijken van hoe voelt het nou een hbo-niveau met werk. En pedagogiek heb ik dus helemaal afgerond. Hoeveel dingen deed ik al onbewust en was je er niet echt mee bezig. Nu ben ik er echt bewust mee bezig en dan kan ik echt ook reflecteren op mezelf van, oh ja, dit heb ik nu gedaan, hoe kan het dan de volgende keer weer beter? Voorheen was dat eigenlijk nog niet echt een optie voor mij om een hele nieuwe studie te doen. En mijn huidige werk is op te zeggen om iets nieuws te beginnen. Dus dat was moeilijk te combineren. Via Level Up was dat voor mij wel mogelijk. Ik ben Adelson Verissimo, 43 jaar, 3 kinderen. Ik kom eigenlijk uit de commerciële wereld. Dat is wat ik gestudeerd heb, international management. Het aantrekkelijkste van de Level Up, wat mij aansprak, was het is, je kan het in eigen tijd doen. En in mijn situatie thuis, werk, druk, vond ik dat wel heel aantrekkelijk en heel fijn dat ik mijn eigen tempo mag doen. Thomas Moore volgt je Level Up, waardoor je eigenlijk al in het voortraject naar de PABO toe, want zo heb ik het ervaren, bekend als met de omgeving, met een aantal docenten, met eventueel de klasgenoten die ik dan heb leren kennen in die tijd. Uiteraard ook gewoon een stuk portfolio opbouwen, maar waarin je echt je kwaliteiten leert kennen. Ik sta nog meer zelfverzekerder voor de klas, omdat je al bepaalde tools hebt om kinderen tot aan het leren te zetten. Op het moment dat je een keuze wil maken om Level Up te gaan volgen of naar de PABO wil gaan en het lukt niet direct de PABO, volg dan echt Level Up. Ik heb